welkom bij Rare Vragen, Nare Vragen, waar wij vragen gaan stellen die wat uitzonderlijker zijn aan experts die werkzaam zijn aan de Nijmeegse Universiteit, om jullie nieuwsgierigheid te prikkelen en om te zorgen voor een goed verhaal. Deze keer gingen wij met Campus in Beeld een antwoord zoeken op de vraag die we ons allemaal willen stellen aan het eind van de verkiezingen, namelijk: zijn sommige mensen niet gewoon te dom om te stemmen en moeten we ze dat stemrecht niet gewoon afnemen? Een kiesdrempel voor domme mensen? Nee. Nee, ik vind sowieso de formulering inderdaad best wel heftig. Nou ja, ethisch gezien eigenlijk niet, vind ik. Omdat ja, ik denk dat mensen zelf ook wel een standpunt hebben om hun stem uit te brengen. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen deelneemt aan de democratie. Ja, zeker. Hoe zou ons land eruit zien dan, als de kiesdrempel er was? Ik denk dat je een beetje een tweesplitsing kreeg tussen verschillende partijen, waar dan eerder domme mensen op stemmen en slimme mensen. Ik denk als je eenmaal begint met mensen uitsluiten van stemmen, dat je dan veel makkelijker zegt: oh, maar dan mag die groep ook niet stemmen. Alsnog gaat een democratie erom dat je een afspiegeling krijgt van de hele samenleving en niet alleen van de hoogopgeleiden. Ik denk dat het vooral heel erg verdeeld zal zijn tussen de mensen. Dus ik denk niet dat het heel erg, dat het echt beter op wordt als je het vergelijkt met nu. Niet zouden mogen stemmen. Roy Donders. Patricia Pai. Barbie of zo. Mijn naam is Christof Jacobs. Ik ben universitair docent politicologie aan deze Radboud Universiteit. Ja, wat als domme mensen niet meer zouden mogen stemmen? Dan zouden we eigenlijk de klok 100 jaar terugzetten. Dan zouden we teruggaan naar 1917 en daarvoor. Toen was er namelijk een censuskiesstelsel waarbij mensen die het examen of een examen voor bepaalde ambten hadden gehaald, dat enkel zij mochten stemmen. Dus je zou de klok terugdraaien, 100 jaar in het verleden. En dan zou je natuurlijk de vraag kunnen stellen van: betekent dat ook dat we een heel andere verkiezingsuitslag zouden krijgen? Ja, wat is de invloed op politieke partijen, zetelverdeling? De kans is vrij groot dat je dan zult zien dat centrum-linkse partijen, zoals bijvoorbeeld de PvdA, dat die het minder goed zouden doen. Dat is alvast wat je normaliter ziet. Nu is het zo dat in Nederland op dit moment de PvdA sowieso... Ja, dat kan ook niet heel veel slechter op het moment natuurlijk. Exactly. Ja. Ze hebben niet zo heel veel stemmen, dus dat betekent dat er weinig af kan gaan. Heeft het ook effect op andere politieke partijen? Ja, misschien is het een stereotype, maar het zit in mijn hoofd. Oh, lager opgeleiden die stemmen toch meer PVV? Zou je zo maar denken? Ja. Ja, dus natuurlijk een beetje de vraag hoe je dom zou definiëren. En heel vaak wordt er gewoon gekeken naar opleidingsniveau. Dus laten we dat dan maar doen. Het is een beetje vals natuurlijk, omdat vooral oudere mensen, oudere generaties, hadden minder opleidingskansen. Dus zij zijn gemiddeld genomen lager opgeleid. Maar als we ervan uitgaan van oké, partijen die veel meer lager opgeleide kiezers hebben, die zouden daaronder lijden. Welke partijen zijn dat dan? Dat is natuurlijk PVV, dat is natuurlijk ook SP. 50 plus, dat zijn zo de partijen waarvan je kunt verwachten dat ze dan wat zouden verliezen. En hoe minder mensen stemmen, hoe meer je eigenlijk zegt tegen politici van nou, deze groepen mensen kan je gewoon negeren. Dus als je lager opgeleide uiteindelijk het stemrecht gaat ontnemen, dan zeg je eigenlijk aan politici, nou, je kan ze gewoon veilig negeren, want ze kunnen je toch niet wegstemmen. En dan zie je ook in de praktijk, bij groepen die geen stemrecht hebben, dat deze dus inderdaad systematisch worden verwaarloosd door politici. En het hele idee van democratie was nu net om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden was. En als ze ontevreden zouden zijn, dat ze inderdaad de regering konden wegstemmen. Dus dat hele mechanisme gaat dan spaak lopen. Wordt er überhaupt eigenlijk gesproken in de politicologie over deze vraag? Want het is natuurlijk een beetje controversieel om dit zo te stellen. In het verleden is het dus daadwerkelijk ook gebeurd dat mensen met een hoger opleidingsniveau meer stemmen kregen. Dus uiteraard voor de verspreiding van het algemeen stemrecht. En je hebt dan natuurlijk ook nog meer fundamentele kwestie van ja, zijn hoger opgeleide mensen nu beter in staat om politieke keuzes te maken? En wat blijkt uit het onderzoek naar politieke kennis binnen de politicologie? Dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Ja, als ik dan nog een keer zou moeten afsluiten met wat als domme mensen niet meer zouden mogen stemmen, wat zou je daarop antwoorden? Heeft vast en zeker een impact, zal voor politicologen waanzinnig interessant zijn om te onderzoeken en voor filosofen waanzinnig interessant om over te debatteren. Maar uiteindelijk zal het een grote impact hebben en moeten we het vooral toch maar niet doen. Sip, we weten allebei hoe het zit. Beren zijn gewoon niet zo wijs en intelligent en vooruitstrevend en emotioneel ontwikkeld als mensen. Daar mogen mensen wel stemmen, vaak in veel landen, en beren mogen het niet. Daarom word je dus gewoon terecht politiek ontkend als beer.